Goedemorgen, mijn naam is Henk Wapperom en namens de Betonvereniging heet ik jullie van harte welkom bij deze voorlopig alweer laatste uitzending van Studio Beton Digitaal. Onze uitzending van vanochtend staat geheel in het teken van de lancering van de roadmap CO2-reductie. En voor deze uitzending hebben wij nauw samengewerkt met het betonakkoord. Lag tot dusver vooral de cement- en betonindustrie op de pijnbank. Inmiddels weten we dat om de gestelde reductiedoelen te halen, ook opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers kritisch moeten gaan kijken naar hun processen. Ik wens jullie veel kennis toe vanochtend en discussieer en chat vooral volop mee. Welkom bij Studio Beton Digitaal. Mijn naam is Jacqueline Kramer. Ik ben voorzitter van de uitvoering van het Betonakkoord. Vandaag zullen we het hebben over de vele mogelijkheden die er zijn om CO2 te reduceren in de gehele betonketen. Mijn twee gasten zijn in de eerste plaats Valerie Diemel. Zij is voorzitter van de uitvoering van het uitvoeringsteam CO2-reductie en werkzaam bij Rijkswaterstaat. En de tweede gast aan de andere kant van de tafel, 1,5 meter afstand, is Maurice Hermens. En hij is lid van het uitvoeringsteam Kennis en Innovatie. En hij is werkzaam bij Royal Haskoning DHV. Dames en heren, we gaan aan tafel. Ja, zoals ik al zei, we gaan het vandaag hebben over de vele mogelijkheden die er zijn om CO2 te reduceren in de betonketen. Het uitvoeringsteam CO2-reductie die heeft een roadmap opgesteld met al die mogelijkheden. En daarover zal Valerie straks rapporteren. De roadmap is in concept helemaal af. De laatste puntjes worden op de i gezet, maar dit najaar wordt deze afgerond. Maar met uw opmerkingen en input die u kunt leveren, kunnen we ook uw meningen meenemen en reacties ook verwerken. Dit was een hele klus. Eerst heeft het uitvoeringsteam CO2-reductie gekeken naar wat is er nou mogelijk als we naar het materiaal kijken, het betonmateriaal. Ja, en toen bleek dat de reducties die mogelijk waren zo ongeveer tot max 19% CO2-reductie in 2030 zouden kunnen leiden. Nou, dat was niet genoeg voor de doelstellingen die we hebben. En we hebben toen aan twee mensen gevraagd, willen jullie eens breder kijken in de hele keten wat er nou mogelijk is, zodat we die CO2-reducties die we beogen wel halen. En dat waren Mantijn van Leeuwen en Boudewijn Piscaar. En die hebben voor een klankbordgroep die ad hoc was samengesteld, hebben die een rapport gemaakt. En dat is door die klankbordgroep bediscussieerd, iets bijgesteld. Er zijn een aantal opties in de reservelijst gezet. Maar uiteindelijk leverde dat een reeks opties op die ongeveer tot een reductie in 2030 zouden kunnen leiden van 50% tot 60%. Als we al die maatregelen natuurlijk doorvoeren. Nou, dit is waar we nu staan. En die lijst die we nu zullen presenteren aan u is een brede, grote lijst over de hele keten. En die bestaan uit verschillende soorten opties. Opties 1, 2, 3 en 4. 1 is, dat zijn opties die gewoon nu al kunnen. Categorie 2 zijn opties die binnen 1 tot 3 jaar gerealiseerd kunnen worden en in de praktijk gebracht. Opties in de categorie 3 zijn opties voor 3 tot 5 jaar. Dus dat zijn toch echt nog wel innovaties. En dan heb je de vierde categorie, dat zijn toch wat fundamentelere vraagstukken die qua innovatietijd iets langer nemen, maar ook van belang zijn. Wij richten ons in de uitvoering nu op de korte termijn even vooral op hoe krijgen we 2 en 3 vooral ook in de benen, zodat we kunnen zeggen dat we die op zijn minst kunnen realiseren en de voorbereiding van 4. Dat is zoals we te werk zijn gegaan. We zijn ontzettend verheugd om u de resultaten te kunnen presenteren. Ik moet van tevoren een aantal huishoudelijke mededelingen doen. U kunt vragen stellen
opmerkingen plaatsen. Helaas kunnen wij maar een paar vragen meenemen, want we willen ook zoveel mogelijk overdragen. Betekent dat wij de vragen en opmerkingen die niet aan bod komen net zo serieus nemen als degene die we behandelen. En die worden doorgespeeld naar met name het uitvoeringsteam CO2-reductie, opdat zij ook heel goed zich realiseren wat vanuit deze brede groep die nu deelneemt ook wordt opgemerkt. U kunt ook met elkaar chatten op de chatfunctie. En als u meedoet, ja, dan kunnen we met elkaar zorgen dat de roadmap nog completer wordt. Ik wilde allereerst Valérie Diemel aan het woord laten. Zij zal een overzicht geven van alle opties en u stap voor stap door het hele proces begeleiden. Het is veel, u kunt altijd nakijken, maar laat u verrassen door wat Valérie aan u gaat vertellen. Ik geef graag Valérie het woord. Dankjewel, Jacqueline. Ik neem jullie graag mee in het overzicht van de verduurzamingsmaatregelen voor beton. Allereerst wil ik eventjes teruggaan naar waarom ook alweer. We gebruiken met z'n allen erg veel beton. 15 miljoen kuub per jaar in Nederland. En het cementgebruik zit ongeveer op 5 miljoen ton per jaar. Dat is ongeveer 1 kuub beton per persoon per jaar. En als je dan kijkt hoeveel gigajoule per jaar er aan beton verstookt wordt, dan is dat ongeveer 1/3 van het totale gasverbruik van huishoudens. Dat is dus heel veel. Een krantenkop van Oxfam Novib liet zien dat de rijkste 1% stoot dubbel zoveel uit als de armste helft van de wereldbevolking. Dat is ook weer zo ongelooflijk veel. Overconsumptie door een welvarende minderheid. Als we dat linken aan beton, betoncasco's die in zeer goede staat zijn, worden met de grond gelijk gemaakt. Nieuwbouw is nu goedkoper dan hergebruik. Gelukkig is de verwachting dat dit aankomende jaren zal gaan veranderen. Hier liggen dus grote kansen om het terug te dringen en het van het overconsumptie op gebied van beton. Wat is er nodig? Schone energiebronnen, duurzame landbouw en plantaardige voeding. De schone energiebronnen hebben ook weer een directe link met beton. Want er wordt veel brandstof gebruikt voor het verbrandingsproces om tot cement te komen. Hier liggen dus kansen. Een hele grote Excel-file. Dat is het resultaat van de roadmap CO2-reductie. Het is niet te lezen, maar we gaan er verder op in. Het geeft ons inzicht in de verduurzamingsmaatregelen, maar ook wat de opbrengst hiervan is. Over welke fase van het proces het effect heeft en welke partijen aan de slag kunnen met deze maatregel. Op welke doelstellingen deze maatregelen betrekking hebben en hoe hoog ze op de R-ladder staan. Per maatregel hebben we een overzichtsblad gemaakt om het wat begrijpelijker te maken. Een toelichting, wat onze denkwijzes waren, belemmeringen, roadblocks, nadelen, maar ook voordelen, stimulansen en wanneer de realiseerbaarheid is. Wanneer start het, wanneer is het 100% beschikbaar en wat is de CO2-reductie? In het oog springende reducties is op dit plaatje te zien. De staafdiagram geeft aan welke maatregel wanneer eigenlijk tot bloei komt, waarvan wij de inschatting hebben gemaakt. Het laat zien bijvoorbeeld geopolymeers een uitschieter in 2030. Maar daartegenover staat een forse afname van grondstoffen die we nu met veel plezier eigenlijk gebruiken. De vlieggas, de restproducten van de kolencentrales, die natuurlijk zullen sluiten. En de beschikbaarheid van hoogoverslag, dat is de blauwe kolom die naar beneden gericht is. Daar dringen we nu al de CO2 mee terug. Daar zullen dus nog extra kansen zijn die we zouden moeten benutten om de duurzaamheid nog steeds te realiseren. Andere kansen die komen ook voor, bijvoorbeeld demontabel bouwen neemt een toevlucht en versnellers en hergebruik, daar komen we zo nog op. De conclusie is wel van dit plaatje dat geopolymeerbeton zeer kansrijk blijkt met de uitschieter van de donkerblauwe kolom. 424.000 ton reductie per jaar. Belangrijk hierbij is wel om stabiliteit te creëren in de beschikbaarheid van bruikbare precursors, zoals deze grondstoffen toekomstvast zijn, gezien de afnemende mate van hoogoverslag en vlieggas.
In categorieën, categorie 1, wat Jacqueline al vertelde, daar zijn een aantal maatregelen. Er zijn er 5 getoond. We kunnen er nog 1 aan toevoegen van geopolymeerbeton, waar we onlangs een validatietraject mee hebben doorlopen vanuit ProRail, waar Rijkswaterstaat nauw bij betrokken was. Aan het eind van mijn presentatie zal ik daar een kort filmpje van laten zien. Herbestemmen en renoveren wordt, voor zover ik weet, nu het meest opgepakt uit dit overzicht. Korrelpakken kan al, versnellers kunnen al, een lage sterkte kan al, maar gebeurt nog niet zozeer. Gelukkig hebben we met elkaar een sturingsprincipe afgesproken, namelijk het sturen op een steeds lager wordende MKI. Daardoor zal het voor marktpartijen ook makkelijker zijn om over te gaan naar het tot uitvoering brengen van deze maatregelen, zodat ze zich niet wegconcurreren onderling. Categorie 2. Dan gaan we van 6 maatregelen naar 17. Dat is al over een jaar, dus dat stemt me erg tevreden. Er zijn volop kansen, kansen die we met elkaar kunnen benutten. Belangrijk is wel om vooral in deze categorie, categorie 2, maar ook categorie 3, die ik straks zal laten zien, om ruimte te creëren in projecten, zodat we validaties per processtap kunnen doormaken. We moeten met elkaar vaststellen of het werkt, hoe het werkt en ook ons proces daarop meer inrichten. Dus dat is aan de opdrachtgevers direct een oproep. Zorg voor experimenteerruimte in projecten. Het is zo belangrijk. Alleen een validatie in het lab is onvoldoende. Categorie 3, daar komen nog 2 maatregelen bij. Precisiebeton en bodemas als reactieve vulstof. En er komen nog eens 2 maatregelen bij vanaf 2024 en later. De belietcement en ook CO2-afvang bij cementproductie. De CO2-afvang bij cementproductie is iets waar we denk ik niet aan ontkomen, maar het is belangrijk om eerst een forse reductie door te maken met alle andere maatregelen die nu ook in beeld zijn. En het kan. Hetgeen wat dan niet kan, dat is dan voor de laatste afvang. Om tot nul uit te komen. Er zijn een aantal designprincipes die gelden voor de roadmap. De roadmap is een routekaart, bedoeld als routekaart voor de gehele betonsector. Het is een beschrijving van maatregelen wat kan. En we laten het liefst de marktpartijen vrij in welke zij kiezen. Het is ook niet zo dat de maatregelen voorschrijvend zijn van aard. Die keuze die houden we graag open. Er is een buffer gecreëerd om de kans van slagen groot te maken. En het is geen stappenplan met een voorspelling, maar het is meer een wegenkaart met mogelijke routes. Het is opgesteld en gedragen door vertegenwoordigers uit de hele betonsector. Er is input gekomen vanuit veel marktpartijen, veel diverse partijen die betrokken waren bij de realisatie van de roadmap. Ze zijn gerangschikt volgens de indeling van het bouwwaardemodel van het uitvoeringsteam circulair ontwerpen. De dubbelingen zijn er uitgehaald en er is inzichtelijk gemaakt wie met welke maatregel aan de slag kan. Te zien is ook in de sheet hoe hoog de maatregelen staan op de R-ladder. Hoe hoger je staat op de R-ladder, hoe duurzamer. Als we lager zakken, dan komen we meer op materiaalniveau af. Inzichtelijk wordt hier gemaakt dat het proces en het product veel impact hebben. Het bouwwaardemodel nog eventjes, dat is hier onderin te zien op de slide. Bovenin is onze Excel-sheet te zien, daar is de verbinding gelegd door materiaal, product, proces en functies te benoemen. En het schijfdiagram laat zien dat de sloopfase de 1 na grootste categorie is en de ontwikkeling, materiaalkeuze, technisch ontwerp en het maken van het product het grootste effect heeft. Daar zit hem dus de winst in. Dat blijkt ook weer uit de sheet. Maar voor wie zijn die handelingsperspectieven dan? Op nummer 1 staan de betonproducenten. Veel maatregelen met een grote impact die komen voor hun rekening. Het ontwerp staat op de 2e plek en op de 3e plek staan de staalproducenten voor wapening. Wat een grote impact heeft op het beton. Er wordt ook veel wapening gebruikt en dat heeft een grote CO2-impact. Op de horizontale as staat de klassificering in materiaal, product en proces en functie weer.
En op de verticale as staat op wie de maatregelen betrekking hebben. Dus zo kun je eigenlijk, je kunt slim filteren met die Excel-lijst en daar verschillende conclusies dan uit trekken. Meer naar het werkgebied van jouzelf. Tot slot, zoals Marcel Bruin al aangaf tijdens de vorige webinar over alternatieve grondstoffen, we zijn op zoek naar alle maatregelen die de CO2 kunnen verlagen. En dat maakt deze roadmap ook duidelijk. Er is niet één oplossing. Het is het totaal wat zorgt voor een forse CO2-reductie. En dan kijken we nu graag naar het filmpje van de ontwikkeling van geopolymeerbeton. We hebben hier feest. We zijn op het mooie project in ILO met geobeton. Waar we als Mobilus een innovatie die we een poos geleden zijn ingestart, nu de eerste successen zien. Met hopelijk in mei een certificaat. Ik zie al wat bekende, hè? Dus van Mobili zie ik bekende, ik zie van ProRail wat bekende. Dus ja, en je ziet ook van dat het leeft en dat we heel erg trots zijn dat we hier nu staan. Ik heb het hele proces van de allereerste wand tot de laatste wand heb ik mee mogen maken. En met de ervaring van de laatste wand gaan we dus nu een tweede mock-up storten. Die we dan de komende jaren gaan toetsen en testen. Moment supreme voor het geobeton. En dat is natuurlijk mooi als ILO dat je daar een bijdrage mag leveren als opdrachtgever. Dat je het mag meemaken. We willen dit product gaan uitrollen in de markt, maar ook voor onszelf, op onze eigen projecten. Maar wat we ook willen is dat samen met onze opdrachtgevers, ProRail en Rijkswaterstaat, willen we dit product ook verder de markt in brengen via het zogenaamde betonakkoord wat we getekend hebben. En daarvoor hebben we dat vandaag ook proberen te promoten. Als je met een innovatie start, dan doe je dat vanuit het hart en vanuit het geloof. En ik denk dat we met elkaar met dit product 50% reductie kunnen geven. Dat moeten we dan ook nastreven om binnen nu en 5 jaar die 50% met elkaar gerealiseerd hebben. Ja, ik denk dat het belang heel groot is als je bedenkt dat je 50% CO2-uitstoot minder hebt dan in een ander project. En je dat door kan trekken naar al die andere projecten in Nederland. Ja, dan snap je hoe groot die impact uiteindelijk is. We praten met elkaar over duurzaamheid. En ik vind het mooi dat we nu ook zelf als gemeente kunnen laten zien dat wij dat ook serieus nemen. Dat wij ook in onze opdrachten denken aan duurzaamheid en denken aan CO2-reductie. Nou, met dit nieuwe bindmiddel is gewoon een fantastische bijdrage te leveren. Het vertrouwen is gegroeid doordat we ons huiswerk netjes gedaan hebben. We hebben dus onderzocht hoe het zit met maakbaarheid bij de betoncentrale, transporteerbaarheid, verdichting. We hebben rekening gehouden met waar de constructeurs hun rekenwaardes en hun bandbreedte zoeken. We hebben meer proeven gedaan, scherper inzicht in langere termijn eigenschappen en in de bandbreedte die erin zit. We hebben stukken terreinverhardingen gedaan, we hebben wanden gestort, we hebben kolommen gestort. De reden waarom het in heel Nederland zou kunnen gaan gebeuren is omdat hier nu ook daadwerkelijk een keer gebeurd is. En als je het eenmaal de eerste hebt en je kan overtuigen, dan kun je het ook vaker gaan toepassen. De marktpartijen steken je zeker een nek uit. Het vergt af en toe nog wel eens een beetje doorduwen. En wij vinden ook dat wij daar een belangrijke rol verder in kunnen gaan spelen. Ik ga nu de jongens bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt, ook feliciteren. Want uiteindelijk kan je dit niet zonder de techniek van de mensen die bij Mobilus werken en bij Delta Concrete. Ik ga met de klant ProRail Rijkswaterstaat ga ik ook in gesprek, want die hebben dit ook tot een succes gemaakt. En ik ben trots op de gemeente Heilo, dat die uiteindelijk zegt, het past ook in mijn doelstellingen. Ja, en dan kun je niet anders zijn dan trots te zijn om dat uit te stralen naar al die mensen. Nou, wat ontzettend leuk. Als je dat videootje ziet, dan straalt de trots en het enthousiasme ervan af. Hè? Ja, nou, enorm. En ja, dat zijn natuurlijk de voorbeelden waar we het ook van moeten hebben. Ja. Je hebt heel mooi uitgelegd dat er zoveel innovaties mogelijk zijn, dat ze te klassificeren zijn in categorieën en ook wie er dan als eerste zoiets moet oppakken om het voor elkaar te krijgen. Echt heel mooi overzicht. En mensen reageren, als u vindt dat er iets ontbreekt, dan kijken we nu of later wat u allemaal heeft gezegd. Maar ik wilde met jou, Valerie, eerst even doorpraten over die eerste categorieën. Want wat mij opviel, is dat het best al veel
opties zijn die gewoon nu al in de praktijk gebracht kunnen worden. Ja, zeker. Waren jullie daar zelf ook verbaasd over? Van, goh, nou, als je kijkt naar die innovaties, nou, als dat al zover is, mooi. Ja, zeker, best wel. Ja, ja toch? Ja. Ja. En nou ja, kijk, daarmee kunnen jullie bijvoorbeeld als Rijkswaterstaat al mee aan de slag. Hè? Ja. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Hè? Want dan heb je nu al die opties, maar je bent opdrachtgevers. En hoe ga je dan met zo'n lijst om? Kan je dat uitleggen? Mijn eerste gevoel zou zijn, als ik er geen verstand van zou hebben, zou ik zeggen, we schrijven ze voor, want dan weet je zeker dat het gebeurt. Behalve dat dat niet wenselijk is voor de marktpartijen, want ieder heeft zijn eigen proces en kan zich op zijn eigen manier het best kwalificeren. Dus die keus moeten we bij hun laten. En daardoor sturen we op een MKI-waarde. We hebben niet stilgezeten, we hebben plafondwaardes gedefinieerd en die schrijven we voor in de contracten. En het voordeel daarbij is dat je bij de bulk krijg je die plafondwaardes, maar ook waar minder gescoord kan worden bij grote projecten waar minder beton gebruikt wordt, dienen diezelfde plafondwaardes gehanteerd te worden. Dus al het beton duurzaam. Mooi. Dat is waar we voor en staan. Dan kan ik me voorstellen als, dat bespreken we straks, die categorie 2 ook alweer naar 1 verhuizen kan, omdat we over een paar jaar die ook getest hebben. Dan wordt die lijst langer en dan gaat het plafond ook naar beneden. Zeker. Ja. Zo gaat het werken. Jaarlijks daalt de plafondwaarde. Ja, ja precies. Ja. En jullie zijn niet de enigen die op deze manier werken. Kun je daar iets over vertellen? Want er is een heel proces gaande om dit ook echt in de opdrachtgeverswereld verankerd te krijgen. Ja, het betonakkoord fungeert eigenlijk als een soort platform waar we elkaar treffen ook. En dat helpt ons ook, want daardoor hebben we veel opdrachtgevers hebben zich daarbij aangesloten. En er is ook een opdrachtgeversgroep geformeerd die al jaren actief is, zelfs al voor ondertekening, om de voorbereidingen te treffen hiervoor. En we stemmen af, we kijken ook welke innovatie is het meest geschikt om in welk project uit te voeren en daar ruimte te bieden om te kunnen valideren. Zelf begeef ik me eigenlijk een beetje in een lastig pakket, want wij bouwen hele grote bruggen, viaducten, hele grote bruggenviaducten. Daar gaan we niet het eerst testen. Dus we zoeken toch ook in grote projecten van Rijkswaterstaat, maar wel naar een goede testlocatie. Dat we niet testen natuurlijk onder hele grote risico's. Want dat is niet de bedoeling. Dus zo proberen we die innovaties op een goede manier te laten landen bij een project, maar dus ook bij verschillende opdrachtgevers. En zo vullen we elkaar aan. Ja. En wat ik begrepen heb, is dat jullie ook inderdaad als opdrachtgeversgroep gaan kijken, deze lijst in acht nemend, wie kan wat testen, zodat je niet allemaal hetzelfde zit te testen en de rest niet is getest. Ja. En die tweede categorie, 1 tot 3 jaar, die kan dan verhuizen naar de categorie 1. Ja. Op het moment dat er voldoende is getest en het een stempeltje heeft, het is gewoon overal toepasbaar. Ja. En dat is niet zo dat ook de opdrachtgevers alleen aan de lat staan voor de validatie. Dat doen we ook met de marktpartijen samen. En daarvoor hebben we ook hard gewerkt de afgelopen jaar aan het Beton Innovatie Loket. Dat is een centraal loket. Het zal binnenkort van start gaan. Dat is ook goed te melden. Centraal validatieloket om te kijken, kunnen we dat stempeltje ook geven? Waarbij ook onafhankelijke keuringsinstituten betrokken zijn. En dat allemaal binnen 1 tot 3 jaar. Dat wordt echt nog hard lopen, hè? Zeker, om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar wat het mooie is, het is echt een heel gecoördineerd proces. En de opdrachtgevers die nog niet zijn betrokken, kunnen eigenlijk gewoon zo aanhaken. Want die kopgroep, die bereidt alles zo voor dat het, nou, ik wil niet zeggen een fluitje van een cent is, maar dat het te doen is om het gewoon ook mede op dezelfde manier uit te voeren. Ja. Want we proberen ook meer uniform naar de markt uit te vragen. Dus eisen worden op elkaar afgestemd. En die kunnen andere opdrachtgevers die denken, hé, dit is ook goed voor mij, die kunnen die eisen ook gewoon gebruiken. Ja, heel erg goed. Nou, Maurice, je hebt een hele tijd geluisterd, maar de beurt is nu aan jou. Jij bent constructeur van Huis Uit. Jij kijkt er natuurlijk met een andere bril naar dan een materiaalbril, hè, waar veel van de mensen in de betonsector zelf vooral doorkijken. Jij hebt een andere blik erop. Kun je iets zeggen als eerste reactie op wat je zo hoort over die roadmap, wat jouw eerste indruk is? Jazeker. Allereerst ben ik erg enthousiast over de roadmap. Omdat die heel concrete zogenaamde handelingsperspectieven biedt. Heel concrete aangrijpingspunten biedt.
Maar dat ook, en constructeurs, ik zou zeggen, constructeurs houden daarvan. Hij kwantificeert ook dat wat er mogelijk is en wat het effect ervan is. Maakt het heel, heel duidelijk en inzichtelijk. En ik denk wat constructeurs dan vervolgens vooral kunnen, is dat zij dit soort perspectieven deels in hun ontwerp meenemen, maar dat ze ook dingen mogelijk maken. Ze moeten ook zorgen dat bijvoorbeeld in de bestekken die ze schrijven, dat ze geen blokkades opwerpen voor deze handelingsperspectieven. Ja, ja, ja. We gaan er zo over doorpraten, maar ik zou jou eerst de gelegenheid willen geven om te presenteren hoe jij tegen de roadmap aankijkt in meer detail door de korte presentatie die je hebt voorbereid. Ja, ja. Ja, dankjewel. Ja, het is natuurlijk al wel gezegd, maar toch even weer die doelstellingen van het betonakkoord. Hè, een minimale reductie van 30%, maar liefst 49% in 2030. 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton. En daarna gaan we natuurlijk verder, daarna moet het door. Dus we willen uiteindelijk naar een MKI van nul, om het zo te zeggen, in 2000. Volgens het betonakkoord 50, maar zou dat niet nog sneller kunnen? En de grafiek op de sheet die geeft eigenlijk een illustratie bij wat voor soort maatregelen er allemaal mogelijk zijn. De rode voetstappen verkleinen door dingen te reduceren die we nu doen. Bijvoorbeeld het afvangen van CO2 zie ik als een verkleinen van een rode voetstap. Maar het liefst wil je natuurlijk ook je positieve impact vergroten. Bijvoorbeeld door het hergebruik van beton. En vooral ook hergebruik van gebouwen. Van die casco's die nog prima in orde zijn bijvoorbeeld. Of elementen daaruit. Eigenlijk een andere manier van hetzelfde zeggen is, als we kijken naar duurzaamheid, dan kunnen we het hebben over milieukosten. Die willen we zo laag mogelijk krijgen. En de levensduur willen we eigenlijk zo lang mogelijk maken. Daar kom ik dadelijk nog wel op terug, ook op die levensduur. En daarmee verlaag je eigenlijk de echte milieukosten van gebouwen, van toepassing van beton. Als we dan weer even kijken naar die handelingsperspectieven, dan is in de roadmap zijn er een vijftal op de sheet cursief aangegeven handelingsperspectieven. Die zijn echt toegewezen als het ware aan de ontwerpers. Maar eigenlijk indirect hebben de ontwerpers dus invloed, indirect of deels zelfs direct, op nog heel veel meer handelingsperspectieven. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van herbestemmen van gebouwen of hergebruiken van elementen. Of het mogelijk maken van een andere bouwplanning, een slimmere bouwplanning. En zeker ook in de betonmengsels. Ik noemde net al even, in het schrijven van een bestek kan je heel veel mogelijk maken, maar ook heel veel tegenhouden. Als we dan nog wat verder inzoomen, dan ga ik op deze drie nog ietsje verder in. Om te beginnen met op het demontabel bouwen, dat is een hele waardevolle, maar we moeten wel opletten dat we, wat ik altijd noem, doen aan design for reassembly, dus niet design for disassembly, zodanig ontwerpen dat we dingen uit elkaar kunnen halen, maar we moeten zodanig ontwerpen dat we ook weer iets kunnen met de elementen die we dan eruit halen. Precisiebeton is simpel gezegd eigenlijk gebruik de betonsterkte die je krijgt. Ook op alternatieve wapening, daar zijn heel veel mogelijkheden, ook nu al. Beperken van de wapeningshoeveelheden is als het ware de simpelste soort van alternatieve wapening. Daar ga ik dadelijk ook even wat verder op in. Even om te beginnen met die betonmengsels en eigenlijk aansluitend op dat precisiebeton. Precisiebeton wil eigenlijk zeggen dat je wil de koppeling van de hoeveelheid cement die gerelateerd is aan milieuklassen, die zou je los willen laten. In de norm is daar nu een directe koppeling gemaakt. Maar dat leidt ertoe dat als ik een hoge milieuklasse eis, dat ik ook vanzelf een hoge sterkte krijg. Terwijl ik die misschien lang niet altijd kan gebruiken. Dus van de ene kant is het gebruik hem als je hem kan gebruiken. Maar van de andere kant, soms kan ik hem niet gebruiken omdat ik een praktische afmeting heb voor de betonconstructie.
Dus dan is de vraag, kan ik dan terug in de milieuklasse op door op een andere manier die durability te realiseren? Nou, dat zit in de besteks. Wat schrijf ik op? Een bestek maakt dus heel veel uit. Ga ik prestatiegericht beschrijven of schrijf ik heel specifiek een mengsel voor? Maar als ik prestatiegericht schrijf, moet ik zorgen dat die prestaties ook op elkaar afgestemd zijn. De verlenging levensduur heb ik in het begin ook iets over gezegd. Even een overzicht van mogelijkheden die een constructeur daarin heeft. En in principe dus gewoon, niet in principe, gewoon nu al. Maken we onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw. En eigenlijk heb je veel onderwerpen zijn een soort van spiegel van elkaar. Je kunt gebouwen hergebruiken, maar door in nieuwbouw flexibiliteit te realiseren, maak je dat hergebruik ook mogelijk. Je kunt materialen recyclen, maar door materialen scheidbaar toe te passen, maak je die recycling veel beter mogelijk, maak je hoogwaardige recycling mogelijk. En zo zijn er veel meer mogelijkheden. En ik zei al ook zeker nog even iets over die alternatieve wapening. Wapening maakt een heel groot aandeel uit van de milieukosten van beton. Het verschil tussen beton met alleen maar praktische minimale minimumwapening, zeg maar volgens de norm, versus de zwaarst gewapende betonconstructies, hebben milieukosten van een factor 2, 3 of misschien wel 4 hoger. Dus eigenlijk kun je beter zorgen dat je het beton het werk laat doen als het om druk gaat. En het staal alleen gebruikt daar waar je dat echt nog nodig hebt. En van de andere kant is het zo dat de milieukosten van een lagere betonsterkte gunstiger zijn. Maar soms kun je die hoge betonsterkte wel heel goed gebruiken om die wapening te beperken. De hoeveelheid wapening te beperken. En dan als laatste, kennis en innovatie. Wat is er nou nodig om hiermee aan de slag te gaan? Onbekend maakt onbemind. Je moet wel kennis hebben. Je moet kennis hebben van die betontechnologie. Je moet kennis hebben van de prestaties, bijvoorbeeld op milieukosten, maar ook de andere prestaties. En door die kennis te hebben, en er is al heel veel kennis beschikbaar. Door die kennis te hebben kun je die dingen die ik net noemde ook gewoon toepassen. Daarnaast zijn natuurlijk normen van belang, de eurocodes, de constructieve normen en richtlijnen. Ja, daarbij zijn mogelijkheden binnen de normen. Voor dat precisiebeton moet je wat loslaten als het ware binnen de normen. Maar het is wel belangrijk om te zeggen dat de normen zijn alleen maar een reeds vastgestelde, gevalideerde manier om dingen te doen. Iets wat niet in een norm staat, is niet verboden. De constructieve normen verbieden niets. Maar als je iets wil doen wat niet in de normen staat, moet je wel zelf zorgen voor de validatie enzovoort. Daar wilde ik eigenlijk mee afsluiten. Dank je wel, Maurice. Een heel duidelijk verhaal. En ook vanuit jouw invalshoek heel goed belicht. Je had het over milieukosten, hè? Ik zat te luisteren en toen dacht ik, kunnen we nou de kijkers ook meegeven, heel veel van die opties waar jij voor staat, zijn ook economisch interessant en leiden tot een lagere prijs en niet zozeer een hogere prijs? Nou, ja zeker. Mijn stelling is eigenlijk dat de duurzame gebouwen betere gebouwen zijn. En dat komt voor een deel ook terug in kosten. Neem bijvoorbeeld alles wat ik zei over die beton, die hoeveelheid wapening. Het slim omgaan met net een klein maatje grotere kolom bijvoorbeeld, en maar dan opeens heel veel besparen op wapening. Dat de kosten als het ware zijn een soort van direct gekoppeld aan die milieukosten. De kosten van wapening, de kosten van wapening zijn het grootste deel van de beton. Ja, dus, ja, want er is al zo'n beeld van als we met dit soort opties aan de gang gaan, dan wordt alles duurder. Maar jij laat heel duidelijk zien dat in heel veel voorbeelden dat niet het geval is. Dat geldt misschien voor materialen, voor geopolymeren op dit moment, omdat het nog in ontwikkeling is, minder. Maar zou, als dat uitontwikkeld is, natuurlijk ook gewoon eigenlijk redelijk hetzelfde geprijsd zijn als cement. Of zie ik dat te optimistisch? Nee, dat klopt wel. En wat ook nu de geluiden zijn, en we zijn al meerdere malen benaderd ook,
om steeds meer restproducten, eigenlijk toch afvalstromen, ook te benutten met die reactief kunnen optreden in beton. Ja, ja. Dus zo wordt er steeds efficiënter eigenlijk ook wel, maar ook we komen uit bij andere producten voor het gebruik weer van reststromen. Ja, heel helder. Ja. En als we nou even weer teruggaan naar jou, Maurice, want je verhaal is heel duidelijk. Hè? Er zijn van allerlei mogelijkheden. En ook al mogelijkheden die we nu kunnen toepassen. Maar waarom gebeurt dat dan nog niet? Wat is de trigger die zou maken dat we dit wel gaan doen? Ja, natuurlijk een combinatie van heel veel dingen. Bijvoorbeeld, constructeurs zijn heel erg gewend dun en slank te construeren, te ontwerpen. Maar de vraag is, soms is het echt, gaat het echt om, ik zei een paar centimeter, 5 centimeter kolomafmeting, die enorme impact maakt. Dus het is de eerste is een verschuiving van de focus. Op een andere manier kijken naar je ontwerp. Maar je had het over bestek, hè? Dan moet je dus een ander bestek maken. Ja. Kan ik die koppeling meteen leggen en zeggen, is dat dan de opdrachtgever die een ander bestek moet vragen? Nou, hoe werkt dat precies? Nou, dat wat ik net zei, ging. Maar als het om bestek gaat, dan is het eigenlijk zo dat heel vaak de constructeur input geeft voor de technische specificaties in het bestek voor het beton. Dus daar ligt wel degelijk een rol voor de constructeur om bijvoorbeeld niet een lage betonsterkte te vragen en een hogere milieuklasse en dan geen gebruik te maken van de hogere betonsterkte die je dan gratis... Overigens, we hadden het net over kosten, dus ook letterlijk gratis krijg je die, hè, die hogere betonsterkte. Dus gebruik die dan ook. Ook daar heeft het een dubbel effect. En kijk, dan zeg je, ja, ze moeten dat in hun bestek anders definiëren. Maar wat is de trigger dat ze dat gaan doen? Is dat die opdrachtgever of zijn ze dat zelf die dat moeten doen? Hoe werkt dat in de praktijk? Ik denk dat het een combinatie is. Ik denk dat opdrachtgevers er wel ook om moeten vragen. Je probeert wel altijd een advies te geven wat past bij wat een opdrachtgever wil. Ik vind dat vanuit mijn aard, vind ik dat iedere constructeur dat zelf zou moeten doen. Maar voor een deel zal het wel nodig zijn om het ook te vragen. Dus ik vind dat het allebei moet, zeg maar. Die constructeurs moeten dat zelf doen, maar het moet ook duidelijk zijn dat het gewaardeerd wordt. Ja, en nog weer even terug naar Valérie. Als je dit hoort, is het mogelijk om dat op te nemen in jouw plafonds? Ja, ik denk dat de marktpartijen en de constructeurs ook vooral door de lage MKI-waardes gedreven worden dan. Ja. Want anders dan past het niet meer onder die plafondwaarde. Ja, ja, ja. En dan gaan ze het vanzelf doen. Ja, ja, ik vind dat heel, heel positief. Ja, ja, dus daar kunnen we optimistisch over zijn dat we niet alleen maar praten, maar ook kunnen doen. Ja. Oké. Nou ga ik naar het scherm. En ik zie hier Peter Musters. Die heeft aan Valérie een vraag. Valérie, een groot deel van het bindmiddel geopolymeer bestaat uit hoogoverslak. Die al gebruikt wordt voor CEM 2 en 3. Wat winnen we dan? Dat is nu nog wel zo, dat klopt. We hebben nu een eerste stap gemaakt om beton te storten zonder cement. En ik geloof ook dat we naar de grootste innovaties, naar de grootste reducties gaan door kleinere stappen te nemen. Dus eerst maar eens beton zonder cement, dan weer de optimalisatie en het fijnslijpen van die innovaties. Dan kijken we dus naar andere grondstoffen, zoals ik ook al zei in mijn presentaties, andere precursors die wel toekomstvast zijn. Oké, okay. Ja. Dan gaan we naar een volgende vraag. Precisie en goedkoper beton vraagt meer tijd van de constructeurs. Ik kijk naar jou, Maurice. Hoe kunnen we CO2 en materiaalbesparende tijd erkennen en belonen? Dus het kost meer tijd, het wordt hier gesteld. Is dat zo? Is vraag 1. En 2, hoe kan je dat dan in je kostencalculatie meenemen? Meer tijd, denk ik, dat net als met heel veel ontwikkelingen ook een hobbel is waar we overheen moeten. Maar dat bedoel ik dan niet als een negatieve hobbel, maar gewoon, dat is een ontwikkeling. Je moet het leren. Je moet het leren, en ja. En als je het kunstje kent, dan is dan het gaat dat ook al wel, waarschijnlijk ook al wel, dat geldt met alles weer sneller. En hoe kunnen we dat waarderen? Dat is denk ik wel ook weer, als ik gevraagd word om aan een bepaald plafondwaarde te voldoen met mijn ontwerp, dan moet ik doen wat daarvoor nodig is. En dan kan het zijn dat ik wat meer moet doen.
Daar moet ik dan rekening mee houden in mijn, offertes, zeg maar, in mijn aanbiedingen. Ja, maar dat zijn geen enorme bedragen. Of als ik jouw gezicht zie, hè? Nee. Zo van, nou, nee. Ja, nee, ik maak er zelf eigenlijk geen punt van. Zo kijk je. Nee hoor, nee. Ik denk wel dat kennis, het is natuurlijk wel zo, je vraagt wat meer. Dus er moet wat meer in kennisontwikkeling gedaan worden. Je moet je er wat in verdiepen. Ik denk dat ook wel het geld altijd waard is. Oké. Dan ga ik nog één vraag aan Valérie laten stellen vanuit de vragenstellers. MKI gebruiken is prima, maar moet je wel met plafondwaarde werken of met de beste aangeboden MKI-waarde? Ja, alleen dan heeft het effect, denk ik. En dan bewegen we ook de hele markt mee. Anders zullen er altijd koplopers zijn, die zijn er nu ook en die willen we ook graag extra belonen. Maar we willen graag dat de hele markt verandert. En dan moeten we denk ik echt wel een plafondwaarde hebben, ja. Ja. Oké. Het is helder. Mensen die zitten te kijken, ga door met vragen en opmerkingen plaatsen en stellen. Het is ook belangrijk om van u een indruk te krijgen wat nu de handelingsperspectieven zijn die wat u betreft het meest kansrijk zijn. Waar zouden we ons misschien het beste op kunnen richten? En dan vraag ik dat vooral ten aanzien van de innovaties categorie 2 en 3, omdat daar ook hard nog aan getrokken moet worden om daar verder in te komen. Dus in de chat kunt u doen, maar u kunt ook in vraagvorm of opmerkingenvorm even aangeven. Ik vind deze en deze innovaties in categorie 2 en 3 echt gewoon cruciaal. En als u eraan mee wil werken, is het natuurlijk helemaal fantastisch. Want dat hebben we ook nodig. En daar gaan we de laatste 20 minuten over spreken. Ik kijk eerst even naar Valérie, want je had een prachtig overzicht gemaakt. Hè? En bij het kijken dacht ik, hela, sommige innovaties staan bij 1. En ook in categorie 2 en soms ook wel in categorie 3. En ja, dat begreep ik niet helemaal. Kan je dat uitleggen? Ja, er zijn heel veel innovaties die een ontwikkeling doormaken. Ze beginnen klein, ook mondjesmaat, maar voor de opschaalbaarheid moet er ook meer gevalideerd worden. Eigenlijk net als de vraag over geopolymeer beton net. We kunnen nu al wel met geopolymeer beton werken, maar het is nog niet zo ver ontwikkeld dat we tevreden zijn. Het is nog onvoldoende toekomstvast, dus er moet per innovatie moeten er meerdere stappen doorlopen worden. Oh, okay. En dat zit hem dus ook in de categorieën. En naarmate het meer wordt toegepast, opgeschaald wordt, wordt het ook goedkoper. En dan wordt het eigenlijk mainstream. Hè? Zo ja, zie je het voor precies. Je. Dus daarom is die roadmap niet allemaal in blokken van dit doen we dan, dit doen we dan. Sommigen lopen er gewoon dwars door de tijd heen. En het begint ook met een klein reductiegetal. Dat was ook geopolymeer beton, werd niet eens getoond voor dit jaar. Wel mondjesmaat in 2025 en in 2030 booming. Dus het geeft een beetje een doorkijk waar we naartoe gaan. Maar het heeft nog vele ontwikkelstappen door te maken. Ja. Je had het zojuist al over de categorie 2 innovaties. Waar het gaat om in 1 tot 3 jaar via nog laatste testen. En het loket wat jullie daar ook qua validering nu hebben ingericht. Snel die categorie voor elkaar te krijgen. Maar die volgende categorie, de categorie 3, is net nog wat ingewikkelder. Want dat zijn echt innovaties. Ja. Hoe gaan jullie die coördineren? Loopt dat ook via die opdrachtgeversgroep? En hoe gaan jullie dat ook proberen zo goed mogelijk te verdelen? Kan je daar iets over uitleggen? Ja, ik hoop ook door het doormaken van de ontwikkelingen van de categorie 2, dus van de 1 tot 3 jaar, dat we al meer zicht krijgen ook op de andere ontwikkelingen die komen gaan en dat we daarvan kunnen leren. Het is ook aan het uitvoeringsteam van kennis en innovatie, denk ik. Die hebben daar ook bepaalde visie wel op. Maar ook op tijd beginnen, ook binnen de projecten, toch ruimte vrij te maken. Om daar nu al mee te beginnen. Ja. En jullie hebben ook een samenwerking met Piano, hè? Met de Bayer Group. Ja, dat zijn twee verschillende groepen, voor zover ik weet. De Bayer Group, dat is de groep van opdrachtgevers. Ja. En die stemmen met elkaar af welke innovaties kunnen het beste in welk project uitgevoerd worden. Oké, dus daar zit ook die coördinatie waar ik om vroeg, die zit vooral daarin. Ja.
Ja, maar als we even naar jou gaan, Maurice, ook als reactie op wat er gezegd wordt. Jullie kunnen ook heel veel in categorie 2 en ook in 3 voor elkaar krijgen. Ja, wat ik al zei, bijvoorbeeld, er worden vaak wel belemmeringen gezien, maar die belemmeringen zijn best weg te nemen. Zoals ik al zei, de belemmering van normen, daar kun je wel mee omgaan. Dat heeft dan misschien wat onderzoek, wat extra validatie nodig, maar dat kan prima. Ik denk wat heel waardevol zou zijn is wel, en er is al veel bekend, maar dat is om te zorgen dat dadelijk als bijvoorbeeld de roadmap beschikbaar is, zorgen dat alle voor's en tegen's, alle aspecten heel goed geduid worden die te maken hebben met zijn handelingsperspectief. Ja. Maar scoort als een handelingsperspectief in categorie 2 zit, waarom zit hij in categorie 2? Wat zijn nog de zaken die nog uitgezocht of uitontwikkeld moeten worden? Want als ik dat heel goed weet, dan kan ik zien of dat wel relevant is voor mij. Ja. Misschien maakt dat voor de toepassing waar ik over zit te denken wel helemaal niet uit. En kan ik hem gewoon toepassen? Ja, oké. Okay. Nou, dat is mooi om te horen. Bedankt. Ja. Ik begreep, Valerie, dat je nog een mooie video wilde laten zien over de afsluitdijk. Nee, ik had alleen maar één filmpje. Dat is van de G-polymeer. Oké, okay, maar ja. Het voorbeeld ik kan wel een wel... voorbeeld benoemen. Ja, precies. Ja? De afsluitdijk wordt gerenoveerd, wordt sterker gemaakt en opgehoogd. Levelbloks worden geplaatst. Dus heel veel modulair wordt hier ook opgebouwd. En dus een prachtig project om wat betonnen innovaties op toe te passen en een validatietraject door te maken. Het is natuurlijk een robuust object, de afsluitdijk, en dat moet het ook blijven. Maar door middel van wel risico's te beheersen, kunnen we wel nieuwe betonmengsels uitproberen. Mooi. Hoger hergebruikpercentage en ook de verandering van mengselsamenstelling. Ja, dus dat is een mooi voorbeeld. Heb jij ook nog een voorbeeld, Maurice, waarvan je zegt, hey, dat wil ik ook wel even illustreren om te laten zien wat er echt kan mogelijk is, maar ook waar innovaties gecreëerd kunnen worden? Ja, toch eigenlijk ook dat precisiebeton wat ik al noemde. Dat is iets waar je dus voor een deel al gewoon mee aan de slag kan. Want als je een bepaalde milieuklasse eist, dan weet je dat je al een hogere sterkte krijgt en daar kun je mee rekenen. Daarnaast zou het goed zijn als constructeurs samen met betontechnologen gaan kijken van wat moeten we doen om bijvoorbeeld die milieuklasse en de hoeveelheid cement in de normen om dat te kunnen ontkoppelen. Moeten we daar bijvoorbeeld een keur voor schrijven, als dat nog kan, of een vergelijkbaar document. Het hoeft ook niet meteen, zoals ik al zei, het hoeft niet meteen in de normen verwerkt te zijn. Nee, en wat je heel duidelijk aangaf, ik weet dat er discussie is over de EN206, die is tamelijk strak. Maar in de toepassing is er een groot verschil of je een straattegel aan die norm laat voldoen. Want dan hoeft die norm veel minder strak te zijn dan wanneer je, terugkomend op jouw stevige brug, een constructieve brug maakt die gewoon aan veel sterkere eisen moet voldoen. Ja. Dus daarin kunnen we variëren. Er is dus heel veel mogelijk. En als ik nou probeer samen te vatten hoe deze CO2-reducties gerealiseerd kunnen worden in de hele betonketen. Hè, dan ligt de bal bij de opdrachtgever om het goed uit te vragen. Het ligt bij de materiaaltechnologen die zich moeten voorbereiden. En ook de mensen in de betonsector zelf. Om die materialen te gaan vernieuwen. Ja. En in jullie constructieve bouwwereld, zeg maar even. Jullie hebben vooral die rol om te kijken. Maar hoe kan je nou bestekken op een andere manier gaan formuleren? Hoe kan je al die dingen die in de roadmap staan, gewoon vanuit jullie vak ook introduceren, waarbij je wel af en toe die prikkel van een opdrachtgever nodig hebt. Misschien jij niet, Maurice, want jij bent waarschijnlijk nu al zo betrokken dat je dat. Maar de meeste mensen zullen eerst daar wel even een zetje moeten krijgen. Maar dat is echt wat we dan concluderen. Ik zou graag nog naar de mensen willen gaan en ik zie hier nog wat vragen. Maurice, cement heeft het grootste aandeel in de uitstoot van CO2. Jij stelt, en nou is mijn scherm even weg, maar die wordt vast refreshed, dat ook ligt, ik zeg maar, ik vul het even aan. Jij stelt dat staal een heel groot aandeel heeft. Kun je dat uitleggen?
Ja, in de betonmortel zelf heeft cement, de klinkerproductie, die heeft het grootste aandeel in het CO2, in de hoeveelheid CO2. Maar dat gaat dus over de hoeveelheid mortel. Maar als ik het wapeningstaal, dat heeft ook een hele hoge milieukosten in principe, brengt dat met zich mee. En als ik dus heel veel staal in een betonconstructie stop, dan stijgt daarmee heel, heel sterk ook de milieukosten van die betonconstructie. Ja. Kijk, dat gaat over hoe maak je een milieuanalyse. Maak je hem over één deel van de keten, ja, of over het geheel? En wat de groep heeft gedaan, het uitvoeringsteam CO2, met behulp van de twee experts, is over de hele keten gekeken. Ja. En dan maak je dus een analyse van waar zitten allemaal de milieu-impacts. Ja. En dat is dus breder. Naar Valérie toe. Ook in een grote brug kun je minder risicovolle posities aanwijzen en daar innovaties toepassen en testen. Ook dus in projecten van Rijkswaterstaat. Gelukkig wel. Nou, dat is een kort antwoord. Behalve dat we wel meer met de beschikbaarheid te maken hebben. En daarom is die afsluitdijk nou zo mooi, want we kunnen er makkelijk bij. Er is een fietspad aangrenzend. En zijn we op de plek van een hoge brug en je wil het monitoren, wat we natuurlijk wel doen, dan moeten we toch weer rijstroken afsluiten, wat zorgt voor veel meer file en dus CO2. Ja. Dus daarom zijn we toch ook voorzichtig om met de grote brug te beginnen. Die beschikbaarheid is heel belangrijk. Het is druk op de weg en we willen graag het verkeer door laten gaan. Ja. En als we toch bij misschien lagere overheden, misschien wat rustiger langs een provinciale weg waar minder vaak file staat of misschien geen, dan is dat een meer uitgewezen plek om te gaan testen. Ja. Ja. Kijken of er nog meer vragen zijn die binnenkomen. Ja, zeker. Is er ook CO2-besparingspotentieel geïdentificeerd gerelateerd aan bestemmingen van de nu bij sloop vrijkomende beton? Dat vraagt iemand vanuit Veras. En die zegt van, hoe zit het met dat wat bij sloop vrijkomt aan beton, wat je weer inzet? Nou, ik zit zelf een beetje in die wereld. Misschien kan ik voor de verandering zelf ook antwoorden. Nou, mijn antwoord is ja, als je goed sloopt en dus circulair sloopt en heel goed zorgt dat je de onderdelen uit elkaar haalt, kun je zelfs betonplaten hergebruiken. Dus dan gaat het niet alleen maar over recycling, maar kan je ook onderdelen gewoon weer opnieuw inzetten op andere plekken als dat mogelijk is. En daarnaast ook natuurlijk de CO2 reduceren door te recyclen. Wat ook weer, en dat staat ook in de roadmap, ook weer een effect heeft op de CO2. We gaan naar een hele down-to-earth vraag. Waarom is de roadmap in het Engels opgesteld? Wordt er ook internationaal samengewerkt? Yes, dat is zo. Yes. Waarom? Omdat we deze hele exercitie gestart zijn vanuit ook de internationale rapporten die we ter beschikking hadden. En een Deense studie van de betonvereniging daar was voor ook ons een trigger om aan de slag te gaan. Omdat daar in wezen die exercitie met niet alleen kijken naar materiaal, maar ook breder, al gedaan was. En toen dachten we, ja, maar nou gaan we het voor Nederland eventjes dunnetjes overdoen en nog beter. Nou, laten we zeggen dat dat ook een mooi rapport is, maar dat was wel voor ons een aanleiding. En wij willen natuurlijk met de buitenwereld blijven communiceren. Dus ik dacht, laat ik die vraag zelf maar beantwoorden, omdat ik daar zelf ook debet aan ben geweest. Dan nog, veel gemeenten passen betongranulaat nog steeds als fundatiemateriaal onder de wegen toe. Terwijl ook betoncentrales hierom vragen. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Valérie. Nou, dat is wel grappig dit, want het is een van de laatste ontwikkelingen die ik zelf heb doorgemaakt in het formuleren van mijn eisenset. Die naar de contracten gaat, naar de uitvragen voor de markt. Daarin heb ik namelijk opgenomen dat betongranulaat in bepaalde percentages, en die percentages lopen op tot aan 2030, niet meer als wegfundering toegepast mogen worden, maar alleen voor hoogwaardig hergebruik. En dat kan in het begin nog niet alles. En natuurlijk moeten we ook nog een geschikte vervanger zien te vinden voor dat betongranulaat voor onder de weg. Maar we maken een opmars, dus dat wordt uitgefaseerd. Ja. Heb jij nog een aanvulling?
is dat niet specifiek je expertise? Het beste zou natuurlijk zijn als er geen betongranulaat meer zou zijn. Want dan zouden er geen gebouwen meer afgebroken worden. Nee, want dat is ook een van de opties, langere levensduur. Ja, dus dat is natuurlijk het eerste waar we... Maar ja, dat zegt vanuit mijn perspectief. Dat is heel goed om daarna te kijken. Wat kun je met gebouwen? Ja, je kunt ook ze repareren, beton. Ja. Dat is ook allemaal in de innovaties. Ja. En kun je nou als ontwerper tegen opdrachtgever zeggen... die zegt, ik ga dit gebouw slopen, ik ga wat nieuws bouwen. Zouden we niet eens eerst even kijken of je niet wat kan doen met dat bestaande gebouw? Ja. Ik heb hier ook nog een leuke vraag. Waarom is de drempel in Nederland zo hoog ten aanzien van innovaties? Testen, valideren, toepassen. Wat kunnen we hier aan doen? Er zit zo een ondertoon in van waarom maken we het zo ingewikkeld? Valerie. Wij horen het vaak, heel vaak. Rijkswaterstaat is vooral ook heel kritisch. Komt ook door de veiligheid die we willen bieden. Maar dat komt ook dat als we bij de eerste categorieën misschien wat makkelijker zijn in het validatietraject, hoe betrouwbaar is het dan het opwerken naar de hoge categorieën? Dus ik denk dat de gegevens gewoon moeten kloppen. We moeten er goed naar kijken. Het moet betrouwbaar zijn. Ja. En testen hoort daar gewoon bij. Ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk begrijpelijk dat dat langer duurt. Maar ja, je wil ook niet dat de zaken kapot gaan, terwijl je gegarandeerd hebt een x-levensduur. Ja. Dus, en waarop zijn de plafondwaarden gebaseerd? Is er met de categorie 3 data voor cement gerekend, omdat er geen categorie 2 data in de NMD voor cement gepubliceerd is? Nou, ja, dat is misschien kun je dat ook even voor de niet-insiders toelichten. Ja. Categorie 3 data, die hebben we inderdaad uit de NMD gehaald. Categorie 2 data, dat is... Even voor de mensen die... Nederlands Nationale Milieudatabase. Oké. Okay. Ja, daar staan alle getalletjes in. En wij hebben inderdaad de categorie 3 data gebruikt. Dat is data even kijken, niet gemiddeld genomen, maar bepaalde, het is data die bepaald is. Categorie 2 data is de branche gemiddelde. En categorie 1 data is eigenlijk het kassenbonnetje wat we bijvoorbeeld bij de supermarkt krijgen. De echte kloppende data. Maar die wordt niet altijd prijsgegeven. En ik hoop dat we daar wel meer naartoe kunnen werken. We hebben ook marktgemiddeldes genomen. Dus we zitten niet aan de ondergrens, we zitten niet aan de bovengrens. We starten relatief veilig. Maar met de aanbiedingen die we gaan krijgen en ook de inzichten die de koplopers ons geven, zullen we een flinke daling gaan inzetten. Ja. Ja. Het zegt ook wel iets als jullie dat als Rijkswaterstaat doen. En ProRail zit in dezelfde categorieën. En dat zijn toch grote opdrachtgevers. Ja. Dat dit echt wel wat betekent voor de betonsector en ook voor de constructeurs. Hè? Ja, zeker. Het wordt sturend. We kunnen veel meer sturen. In plaats van dat we in de verplichtende sfeer zitten in de contracten. Dat willen we eigenlijk niet. Want de ontwerpers en constructeurs willen ook hun vrijheden houden om tot een meer geschiktere oplossing te komen dan dat wij zelf kunnen bedenken. Dat is logisch, maar ze moeten wel oplossingen binnen die marges die jullie aangeven. Ja, ja. Nog een vraag. De MKI-waarde is een plafond dat in de loop der tijd verlaagd wordt. Hoe werkt dat straks met de nieuwe set milieuindicatoren volgens de laatste EN15804, waar de MKI-methodiek op is geënt? De mensen zijn goed op de hoogte. Eén van twee. Ik kan er geen antwoord op geven. Ik maak dankbaar gebruik van specialisten, MKI en LCA-specialisten... Okay, die hier wel een antwoord op kunnen geven. Want we hebben ook een apart team. Hè. Zal ik dat doorspelen naar het team MKI? Ja. Want die kunnen vast hier rekening mee houden. En dat is zo'n specifieke vraag. Daar moeten we even kijken hoe we daarop antwoorden. Ja, we gaan al bijna naar het eind van deze bijeenkomst. De tijd vliegt, hè? Ja. Een uur is zo voorbij. Je denkt, een uur lang praten over CO2-reductie. Nou, we hadden er nog wel een uurtje achteraan kunnen plakken. Ik wilde in de eerste plaats jullie ongelooflijk bedanken voor de input en de mooie presentaties en de heldere verhalen die jullie ook aan de mensen op kantoor of thuis naar voren hebben gebracht. Het was veel, zeg ik er meteen bij. En daarom is het fijn dat u ook alles nog een keertje goed terug kan kijken. Alles komt te staan op de website van het Betonakkoord, www.betonakkoord.nl. En we zullen in de bijeenkomsten die gehouden worden in het kader van het Beton-event...
bent, ook nog weer uitgebreid op deze zaken terugkomen. Maar kijkt u vooral ook op www.betonevent.nl, want dan kunt u zien dat er 4 mooie bijeenkomsten gepland zijn dit najaar, waar ook weer van alles kunt opsteken over de voortgang van het betonakkoord. En ik zal zelf daar ook 2 keynotes houden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.